Dit is de Ford F-150 Hybrid Limited. We hebben deze vergeleken met de Ford F-150 Lightning. Dat hebben we onderzocht en hebben een paar schokkende ontdekkingen gedaan. Het grote voordeel van deze hybrid kan ik je uitleggen aan de hand van een hele eenvoudige vraag. Stel je voor, je rijdt 50 km per uur en je zet dan de auto in de neutraal. Dan gaat hij uitrollen. Hoe lang denk jij dat je uitrolt in dat geval? Daar geef ik zo meteen antwoord op, maar ondertussen laat ik al iets weten over wat we hebben ontdekt met die F-150 Lightning, de full elektrische Amerikaanse pick-up. Die heeft een gigantische batterij. Met de grootste batterij heb je een bereik van ongeveer 500 kilometer. Maar wat is dan aan de hand? Die heeft een volume, een energievolume zeg maar, van 131 kilowattuur. En als die op is, moet je hem laden. En je gelooft niet hoe lang dat hier in Nederland zou duren. Gebruikers in Amerika laten weten dat je bij die Ford F-150 een app krijgt. Die doet het 100% in 50% van de gevallen. En die heb je nodig bij het laden. Je moet je auto laten weten dat je nu moet gaan laden. Sta je dus daar en die app werkt niet, ja, dan heb je een vet probleem. Dan hoop ik dat je een leuke omgeving hebt, met leuke in de natuur of ergens. En niet dat je op een of andere vreemde plek staat. Bij die F-150 heb je dus zo'n app. En stel die werkt en je staat aan een 22 kilowatt lader, dat is al een serieuze lader. Dan duurt het laden ongeveer 4-5 uur voordat hij weer vol is. Dat is ook al een serieuze tijd. Heb je thuis een 11 kilowatt lader, dan duurt dat twee keer zo lang. Dus dan duurt dat de hele nacht, 10-12 uur. Moet je hem insteken in een 220 stopcontact, dan neem je wat extra verlofdagen, want dan ben je 43 uur bezig voordat die batterij van zo'n Lightning helemaal is opgeladen. Dan kom ik nu eventjes terug op die vraag, hoe lang dat je uitrolt bij 50 km per uur als je dan de auto in de neutraal zet. Dat is geen 100 meter, dat is geen 150 meter, dat is 700 meter. En als je dus remt met die hybrid, dan slaat hij die energie op in de batterij. En als je hem optrekt, dan komt die batterij, of die energie, die komt dan vrij. Normaal ben je die energie gewoon kwijt als je afremt. Dus die 700 meter sla je als het ware op en gebruik je weer bij het optrekken. Dat maakt dat deze hybrid een hele zuinige auto is. Klanten van ons hebben al gezegd, die gebruikt maar 8,8 liter. Nou, dat is wel heel weinig. Ga even uit van 10 liter, dan heb je misschien zelfs geen LPG-installatie nodig. Rij je wat meer, adviseer ik toch een LPG-installatie te nemen. En dan heb je een enorme actieradius van misschien wel 1700, 1800 kilometer. En die kun je opladen in misschien 20 minuutjes. Deze Limited Edition is de volste Ford. Die heeft dus echt hele mooie, super luxe features waar we later nog even op terugkomen. En ondertussen ga ik jullie vertellen waarom wij geen Ford F-150 Lightning gaan importeren en aan klanten verkopen. Dat doen we omdat we natuurlijk wel een probleem zien in die actieradius. Niet alleen in de actieradius, die is wel goed eigenlijk, maar de tijd die het duurt om op te laden. Daarnaast wil je graag, als je ergens een dure auto koopt van dik over de 100.000 euro, dat je daar een beetje service van kunt verwachten. Nu, die service is niet mogelijk om die te geven in Europa. Er zijn nu al recalls in Amerika op de batterij. Hier in Europa kun je dat niet toepassen, kun je dat niet leveren als dealer. En daar sta je dan met zo'n dure auto. Daarnaast is het zo, als je met een aanhangertje wil rijden, dan halveert ongeveer je actieradius tot 250 kilometer. Weet ik niet of dat zo praktisch is. Misschien zijn er mensen die daar voldoende aan hebben, maar dan zit je altijd nog met die laadtijd. Als je deze cabine open doet van deze F-150 Limited Hybrid, dan zie je meteen dat dit echt het topmodel is van Ford. Super deluxe, afgewerkt tot in alle details. Een van de bijzondere dingen, bijvoorbeeld, zijn de kopsteunen. Die zijn geperforeerd en daar zit een luidspreker in. Zo is het met de rest van het interieur ook. Hier dat hele grote scherm, heel geschikt voor Android Auto of Apple CarPlay.
Super groot scherm, heel makkelijk te bedienen. En hierin zie je ook wat de motor doet met zijn remenergie. Dat hij die weer teruggeeft via de elektromotor. Dat hij samenwerkt met de brandstofmotor. Deze brandstof en elektromotor samen leveren trouwens 430 pk voor deze 2600 kilo wegende pick-up. Mijn Lightning weegt 3100 kilo, waar we het net over hadden, die full electric, 3100 kilo. Dan mag je met een normaal rijbewijs nog maar 400 kilo laden, personen en bagage. En als je hem dan inschrijft als bedrijfsauto, heb je maar 2 zitplaatsen. Daar ben je ook niet blij mee. Ben je geïnteresseerd in zo'n zuinige, super comfortabele, stille, 430 pk sterke, full options Ford F-150 die 3,5 ton kan trekken, waar je een actieradius tot wel 1800 kilometer hebt, neem dan gewoon even contact met ons op en abonneer je ondertussen ook even op ons kanaal als je dit interessante filmpjes vindt.